berichtje binnen van Michel. Die schrijft: Ferry, ik heb de afgelopen week echt iets vets ontdekt. Ik ben namelijk weer gaan hardlopen. Tijd niet kunnen doen door omstandigheden. Ik had mijn knie gebroken. Is nu gelukkig allemaal goed gekomen. Maar ik heb het album Walls ontdekt van de Kings of Leon. En er is daar een liedje dat staat erop. Dat heet Waste a Moment. En daar kan ik zo goed op rennen. Wil je die even voor me draaien? Bij deze. Voor jou, Michel. Zet hem op. Ga hardlopen. En krijg je conditie terug. Lamar. Love Turned Hate op Radio 509. Het is er weer tijd voor. Ik hoop dat jij er ook helemaal klaar voor bent. Want ik heb namelijk dit op mijn gitaar gespeeld. Toch maar een keertje lessen gaan nemen. Dat was wel nodig, denk ik. Welk liedje is dit? Geef het dan maar door. App het via de Radio 509 app. Every time I think of you. Berlin bij Radio 509. En Take My Breath Away. Zometeen hoor je de nieuwe Stevie Wonder samen met Ariana Grande en Fate. En je hoort dit liedje. Je hoort inderdaad Rihanna met Diamonds na Douwe Bob. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place. Tijd om te kijken of jij weet welk liedje ik gespeeld heb. En het ging om deze. Deze had je denk ik wel goed, toch? Het was inderdaad The Weeknd. I Feel It Coming. Woe, wat ben je goed. Echt held. Ik ben trots op je. Tell me what you really like. Carly Simon, de 509. En Why. Zometeen hoor je dit. Het zijn inderdaad de Barkies. Sexomatic. Hoor je zometeen na het nieuws. Net als Rondé komt eraan. En deze... Hoor je eerst nog even. The Man is dit. Hallo Black, nu bij Radio 509. De Barkies bij 509. Radio 509. Hey, je hoorde Sexomatic. Nou, ik woon in Nijmegen. Ik studeer in Amsterdam. En ik leg dus nogal wat kilometers af per trein. En nou zag ik afgelopen week toevallig. Dit is geweldig. Drie tips om nooit meer je trein te missen. Ik dacht, nou, daar moet ik iets mee doen. Die staan gewoon in de app van de Nederlandse Spoorwegen. En dan kan je natuurlijk je telefoon pakken, dat zelf op gaan zoeken. Of je blijft gewoon even luisteren, want dan lees ik ze zo meteen aan je voor. Dat zo dus. Eerst even een berichtje van Davy. Die schrijft, ik geniet van alle classics die jullie draaien op Radio 509. En ik moest ineens denken aan Kelly Clarkson. Kun je zoiets voor mij van haar draaien? Zeker, Davy. Komt er zo aan. Naar Rondé. It doesn't matter where we are. Kelly Clarkson. And Behind This Hazel Eyes. Dat werd aangevraagd door Davy omdat ze zo van alle classics aan het genieten was. Moest hier ineens aan denken. Hey, misschien dat jij ook wel heel vaak met de trein reist. Elke dag van en naar je werk, hetzelfde traject. En op een gegeven moment dan word je een beetje laks. En dan denk je, nou... Die 10 minuten wachten op het station, dat kan ook wel 7 of 6. En dan pak je eens een busje later. En dan raak je gestrest. Ja, doordat je gestrest raakt en er weer vertraging is, mis je je trein, waardoor je te laat komt. Anyway, een hoop gedoe op niks eigenlijk. En dat vond de NS vond het ook. Die hebben daarom 3 tips opgesteld om ervoor te zorgen dat jij altijd je trein haalt. Kom eens, let op hè. 1. Plan je reis in de reisplanner op ns.nl. Nou, dat is wel handig, want soms gaat je trein 1 minuutje eerder of later. En dat is dan toch fijn te weten. Hoef je dus niet lui te zijn. Tip nummertje 2. Vertrek op tijd. Ook een hele belangrijke. Hoef je ook niet te stressen. Sta je op tijd bij de bus, op tijd bij de trein. Ja, niet zo bezweet. Ook belangrijk. En tip nummertje 3. Treuzel niet bij je aansluiting, zodat de trein op tijd vertrekt. Nou, dat vind ik een gouden tip. Echt, daar zou iedereen zich aan moeten houden. Maar goed, het leven zou een beetje te rooskleurig zijn als het altijd zou maar gaan. Dus nu ga ik je vertellen
hoe dit in de praktijk gaat. Tip 1. Plan je reis vooraf in de reisplanner. Dan denk je, oh shit, mijn bus gaat over 2 minuten. Dus snel schoenen aan, jas aan. Heel hard rennen naar de bushalte. Vervolgens kom je precies met je bus aan op de bushalte. Niet omdat jij op tijd was, maar omdat je bus 5 minuten te laat was. Vertrek op tijd. Nou, dat is dus al niet gelukt. Haal je aansluiting, dat lukt ook niet, want je bus loopt vertraging op. Waardoor je je trein mist en je kan treuzelen omdat je een half uur moet wachten op de volgende aansluiting. Dankjewel NS voor deze toptips. Echt. Ja. Dit is een hel. You're not the type of girl to remain with the guy. Duck here. En je hoorde Hi bij Radio 509. Zometeen hoor je dit liedje. Het is inderdaad Robin Schulz. En Sugar. En zometeen hoor je ook nog de nieuwe van Bruno Mars. Hoe die klinkt, hoor je naar Philip Phillips. Dit is Home bij 509. Hold on. Tommy James. En I'm Alive hoorde je bij Radio 509. Essentieel in de trein. Ja, als je dan in die trein zit, dan wil je gewoon rustig adem kunnen halen. Met een lekker muziekje bijvoorbeeld. Afgelopen week had ik daar echt behoefte aan. Ik zat namelijk in de trein richting Zwolle. En achter mij stapte bij Zutphen een grietje in. Ik denk dat ze een jaar of 14, 15 was. Echt middelbare schooltype. Waarschijnlijk net terug uit school of zo. En die belde een ziek klasgenootje. En die begon te vertellen over dat ze seksuele voorlichting hadden gehad. En hoe dat dan allemaal zat. En die was dat klasgenootje een beetje aan het bijpraten. En op een gegeven moment zegt ze. En toen stond ik op en toen zei Robert. Die zei, en wie heeft er de afgelopen week nog seks gehad? En ik werd rood en toen moest iedereen die moest naar me kijken. Ik was er klaar mee. Ik heb mijn oordopjes in gedaan en ik heb dit liedje aangezet. Gewoon om even tot rust te komen, want dit is fijn in de trein. Moby Porcelain, essentieel voor in de trein. Nu 509. De Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Sonia en Mars Canada. Afgelopen week, om precies te zijn op donderdagavond, kon je me vinden in een fastfoodrestaurant op het treinstation van Amsterdam-Zuid. Ik was daar aan het eten met een vriend van mij. We zouden 's avonds even de stad ingaan daar. Gewoon gezellig, leuk, een biertje doen. En dan moet je wel een beetje bodem op je maag hebben. Dus we hebben besloten wat te gaan eten. Hadden we dat maar nooit gedaan. Want we kregen het gesprek van de meiden aan de tafel naast ons kregen wij mee. En die waren blijkbaar net op wintersport geweest. En die waren even de laatste roddels daar aan het doornemen. Dus de ene die zegt tegen de andere. Ja, maar ik vond Charlotte echt zo'n kutwijf. Want ze was de hele tijd aan het roddelen. Echt die grafkop die ze daarbij trekt. Echt niet normaal. En meisje 2 zegt, ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Want Charlotte die praat inderdaad altijd maar over anderen. En nooit over zichzelf. En ze beweert dat ze dikke tieten heeft. En zo doet ze ook omdat Rachid zegt dat dat zo is. Ja. Verdorie, denk ik nog. Gaat lekker. En dat eerste meisje gaat vervolgens nog even door. Hè. Ja, en wat ik totaal niet snap is dat Charlotte gewoon het niet kan nalaten om over anderen te praten. Want dat doe ik nooit! Ik mis hier even een punt, geloof ik. Ik weet niet wie Charlotte en Rachid zijn, maar sterkte. Brie Chanel bij Radio 509. En Are You Using Me, hoorde je. En zometeen na het nieuws hoor je dit liedje. Het is inderdaad ABC. All of my heart. En verder hoor je zometeen de man die maar geen genoeg kan krijgen van Nederland en keer op keer terugkomt. Wie het is, vertel ik je zometeen. Naar Maroon 5. I'm hurting, baby. Radio.